Flevolandse in het buitenland is vandaag oud-Almeerse Lisa Peters. Ze zwerft de hele wereld over voor haar bijzondere sport downhill skateboarden. Dag Lisa, goedemorgen. Goedemorgen Leo. Waar hang jij uit? Goed om je weer te zien. Ja, leuk om je te zien. Ja, voor de kijkers dan kan je het denk ik wel zien. Voor de luisteraars, ik zit in San Francisco. En wat laat jij op de achtergrond allemaal... Oh, beroemde brug! Ja, de Golden Gate Bridge. En ik kijk nog even ook met je mee. Ik zie... zit je in de achterbak van een auto? Ja, we hebben de auto omgebouwd tot een heel klein huisje. Dus we koken hier koffietje en we hebben een bed. Oké, zeg maar, dit is nu San Francisco. Maar je zou toch naar Hawaii gaan? Dat had je thans toen je hier in de studio was verteld. We gaan in Hawaii en dan gaan we opnames maken van die sport. Die mag je straks uitleggen. Maar wat is er misgegaan op Hawaii? Wat is er misgegaan op Hawaii? We zaten in een hele erge regenstorm die 2 weken duurde. Dus na de eerste week, elke dag regen, dacht ik... Oh my god, waarom ben ik hier eigenlijk? Dus toen hebben we de shoot verplaatst en in Noord-Californië. Dus daarom zijn we nu hier. Ja, de shoot, jouw... Dus eigenlijk de inhoud is dezelfde. Ja, jouw doel is om jouzelf van jouzelf opnames te laten maken van downhill skateboarden. Wie het vorige gesprek heeft gemist, kun je nog even uitleggen wat het ook alweer voor sport is? Ja, klopt. Downhill skateboarden is voor, denk ik, kijkers denkt iedereen dat het ongelooflijk gevaarlijk, maar dat valt wel mee. Het is met een skateboard zo hard mogelijk een berg af. Dus het is wel een geasfalteerde weg waar je vanaf gaat. En je probeert zo snel mogelijk naar beneden te gaan, maar ook de beste lijnen. En Ja, dat doe je dan. Dat zet je op YouTube, daar heb je veel kijkers bij. Is dat ook goed te doen in San Francisco, die sport? Ja, dat is eigenlijk een van de redenen waarom we ook nacht hier waren. Omdat hierachter loopt een weg en dat is een one-way street. Dus het is 1 baan, dus het gaat alleen maar naar beneden. Dus je hebt geen verkeer wat omhoog komt. En je kijkt uit over de brug. Dus het is gewoon een hele idyllische weg. Het is prachtig, want je ziet zonsondergang, je ziet schepen naar binnen en naar buiten gaan. En je ziet de brug. Ja. En Je hebt dan opnames gemaakt. Zijn ze gelukt? We hebben het nog niet bekeken, want we konden de laptop niet opladen in de auto. Dus we gaan het morgen doen. Dus het is nog spannend, maar ik denk dat het gelukt is. Ik weet wel wat we hebben gefilmd. Ja. Dus ik denk dat het wel het resultaat is wat ik had verwacht. En hoe was het met de haarspeldbochten? Goed. Ja, ik ben 1 keer gevallen, maar dat hoort erbij. Ja, daar zit alweer een verbandje om of viel het mee? Het viel heel erg mee, ja. Nou ja, dat kan je helemaal niet zien. Ja, mijn enkel bloedt een beetje, maar... Ach, voor jouw sport, daar hebben we het over. Hè? Precies, het komt veel erger, denk ik. Ja, zeg Elisa, en hoe reageren Amerikanen als ze jou bezig zien? Ja, dat is wel grappig, dat is heel leuk. Amerikanen zijn over het algemeen super enthousiast. Altijd auto's die ons zien, die stoppen, die vragen wat we aan het doen zijn... of waar ik vandaan kom en willen meer video's zien. En soms in Europa is het vaker toch wel politie of... iets dat je wordt weggestuurd. En nu iedereen is enthousiast. Okay. En de helft van de Amerikanen die zegt ook... Oh, I used to skateboard before. En dus van, ze weten wat skateboard is. Het lijkt wel alsof het hier iets groter is. Ja, en op een gegeven moment kom je op een leeftijd en hou je daarmee op. Maar dan laat je het over aan mensen zoals als jij. Zeg, hoe lang duurt je verblijf in San Francisco? Ik denk rond nog 10 dagen. En dan een nieuw avontuur. Ja, en in die 10 dagen ga je dan nog meer opnames maken of ga je de stad verkennen? Beide. We gaan vandaag de stad verkennen, want het is een beetje bewolkt. Dus het is niet echt het beste weer om te filmen. En ik denk dat we daarna met zonnige dagen wel weer gaan filmen, maar ook gewoon gaan skaten zonder camera. Want dat is toch altijd relaxter. Ja, gewoon een keertje voor de lol. En als San Francisco dan weer achter je ligt, ja, je zei nieuwe avonturen. Hoort daar een plaatsnaam bij of moet je dat nog zien? Moet ik nog zien. Er hoort nog geen plaats aan bij. Oké. Okay. Nou, volgende keer leggen we gewoon weer contact. En dan zie ik wel aan de omgeving waar je bent. Hè? Een brug of zo, of een ander bekend ding. Zeg Lisa, veel plezier. En dankjewel. Dankjewel, Leo. Dankjewel. Goed gesprek.